Dag aan alle tweelingen, welkom bij jullie maandelijkse horoscoop voor het teken tweelingen voor de maand juli 2013. En wens jullie een persoonlijke horoscoop, dus een consultatie. Ik heb hier een link geplaatst hier onderaan, dan kunnen jullie daar op klikken en een afspraak maken als jullie dat wensen. Maar voor het algemeen, heel algemeen, wat staat de tweeling te wachten voor de maand juli 2013. Er is een heel positieve energieopkomst in juli. En dat heeft te maken met de driehoek die zich vormt. Dus driehoek is een aspect en dat is een positief aspect, dus positieve energie, die zich vormt tussen Saturnus, Neptunus en Jupiter. En eigenlijk is dat vrij zeldzaam. Die drie planeten voor jou, voor de tweeling, bevinden zich in de geldhuizen en in de werkhuizen. Dus voor veel tweelingen is het in feite het moment, in maand juli, om hard te werken, om meer geld te verdienen, zeker met Jupiter daar in het tweede huis. Het is nog maar net binnen. Het tweede huis is het huis van geld en van zelfwaarde. Dus het kan ofwel te maken hebben met wat meer geld die binnenkomt, ofwel met wat meer zelfacceptatie, wat ook belangrijk is, wat eigenlijk misschien wel nog belangrijker is. Dus dat is het nieuws voor de tweelingen. Ga ervoor proberen als je wenst, als je denkt dat je te weinig verdient en als je denkt dat je te weinig zelfvertrouwen hebt, het is een goede maand om daar aan te werken. Bedankt voor het kijken jullie tweelingen en tot volgende maand.